Vlaams Parlement TV blikt samen met 10 parlementsleden terug op de afgelopen 12 maanden. 2021 was het jaar waarin corona de actualiteit beheerste. Maar we hebben het ook over het maatschappelijk debat, polarisering en de woke-beweging. Daarnaast zit het Vlaams Parlement halfweg de legislatuur, het ideale moment om een voorzichtige balans op te maken. We praten uitgebreid met de Vlaamse volksvertegenwoordigers die het voorbije jaar zelf kleur hebben gegeven. Vandaag is dat Klaas Slootmans. Klaas Slootmans van het Vlaams Belang, 38 jaar, uit Beersel en Vlaams Parlement zit. Zeer welkom in dit kerstgesprek. Dank u wel. Meneer Slootmans, u draait al lang mee lokaal en in de partij. Recent pas in dit parlement, maar insiders en journalisten kennen u al heel lang als destijds de woordvoerder van het Vlaams Belang. U zat toen in het partijmanagement, nu zit u in dat parlement als politicus. Hoe was dat die eerste 2 jaar om vanuit een andere rol te gaan werken? Ja, ik zit inderdaad al sinds 2009 in de politieke winkel. In de achterkamer, laat ons zeggen, van de politiek. Dus ik heb echt wel inderdaad dat management van die partij, die verkiezingen, ook die moeilijke periode van de partij meegemaakt. En nu zit je natuurlijk meer in de frontlinie in het Vlaams parlement, waar je toch meer oog hebt voor de rode draad die zich in dit huis afspeelt. En dat is toch wel een andere visie. Het is ook andere belangen die dat je moet verdedigen. Je redeneert niet altijd in een algemeen nationaal partijbelang. Je gaat echt je bevoegdheden gaan opvolgen, waardoor dat je ook soms een beetje een soort van vakidioot wordt. Maar dat is natuurlijk inherent aan het parlementair mandaat. En toch heel anders, hè? Want nu bent u wetgever, jullie moeten wetten maken, de regeringen controleren. Tegelijkertijd, op dat moment zou je kunnen zeggen, zit je in de cockpit van zo'n partij, zo'n grote organisatie. Waar heb je het meeste macht, denk je? Ja, dat is een goede vraag. Het is natuurlijk wel zo dat je als woordvoerder inderdaad wel echt impact kan hebben. Ik spreek ook uit een periode waar die partij destijds 30 personeelsleden had. We hadden 5,8%. 70% van onze mensen zijn moeten gaan. Dus ja, elke persoon, elke personeelslid in die partij is op dat moment van cruciaal belang. En ik was dan ook vereerd dat ik destijds ben mogen blijven. Het was een vorm van appreciatie naar mijn vakkennis toe. Dus ja, dat was wel absoluut een eer. Daarmee toch een stukje kennis gemaakt met die achtergrond. In dit gesprek gaan we het hebben over de coronacrisis. Daar zijn we nog altijd niet van verlost. We gaan het hebben ook over het maatschappelijk debat en de plaats daarin van uw partij. En we gaan het hebben over deze regering. Die is nu halfweg de regering, Jan Bon. We eindigen met 2 videofragmentjes. Eentje ervan heeft u zelf kunnen kiezen, maar wij hebben er ook zelf eentje voor u uitgekozen. Maar eerst naar die coronacrisis. Ja, meneer Slootmans, had u zich een jaar geleden met toen het vooruitzicht op de vaccinatiecampagne komt eraan, het Rijk der Vrijheid zal aanbreken, had u zich toen kunnen inbeelden dat we nu een jaar later dit gesprek zouden hebben onder dit gesternte met beperkende maatregelen, met opnieuw een Omicron-variant? Het houdt maar niet op. Nee, ik denk dat niemand zich dat had kunnen indenken. Het is ook een vorm van voortschrijdend inzicht die zich constant manifesteert, ook als gevolg van het virus dat natuurlijk constant ziet te muteren. Maar het was Cicero die ooit zei dat iedereen die zijn geschiedenis niet kent, gedoemd is om levenslang te leven als een kind. En in die context lijkt het mij soms wel opportun om eens terug te gaan kijken naar de geschiedenis. Bijvoorbeeld onder andere wat zich in 1919 heeft afgespeeld met de Spaanse griep, waar men, ongeacht het feit dat er natuurlijk toen geen vaccins waren, volop heeft ingespeeld, willen snilles op die immuniteit. En dat mis ik vandaag een beetje in het Belgisch en ook in het Vlaams beleid. Als je bijvoorbeeld gaat kijken naar wat een land als Zweden doet, die van bij aanvang op die immuniteit hebben gespeeld en die eigenlijk de helft van de sterfgevallen hebben ten opzichte van ons land, ongeacht het feit dat zij evenveel inwoners hebben, dan stel je toch vast dat die strategie wellicht de betere was en lijkt het toch logisch dat men naar beleid toe ook eens gaat kijken naar of lessen zou trekken uit die betere leerlingen van de Europese en bij uitbreiding wereldklas. En stel nu, je kijkt naar die Zweden, wat je daar zag trouwens ook op dit moment, is dat er veel meer verantwoordelijkheid werd gelegd bij die individuele burger. Ben je ziek? Blijf dan binnen. Ben je kwetsbaar? Bescherm jezelf. Blijf dan binnen.
en zo meer. Mensen moeten ook gewoon uitzieken. Ja, het is een heel andere aanpak dan bij ons. Het is meer een aanpak ook van het gezond verstand. En in die context hebben wij ons nooit tegen die maatregelen verzet, as such, maar wel tegen de absurditeit van de maatregelen. Hè. Bijvoorbeeld, ja, de CST's kan die een zeer vals gevoel van veiligheid genereren. Op een bepaald moment, in oktober, mochten we met 499 binnen voor een binnenevenement, maar vanaf 501 was het verboden. Ja, dat is op een duur zo absurd dat mensen ook het geloof daarin verliezen. En op dat moment verlies je ook natuurlijk draagvlak om die maatregelen te gaan aanhouden en ook om ze te gaan handhaven. Het wordt veel moeilijker om ze te gaan handhaven, omdat mensen het gewoon niet meer ernstig nemen. Ik denk als mensen doorhebben dat het absurd wordt, ja, dan verlies je het draagvlak. Die coronacrisis is moeilijk voor alle politieke partijen, voor de hele wetstraat, om de eenvoudige reden dat dat virus, dat we dat nog niet helemaal kennen, de situatie verandert voortdurend, zelfs experten kunnen het moeilijk nog volgen, soms. Maar goed, als we naar het voorbije jaar dan kijken, wat is het standpunt van Vlaams Belang, oppositiepartij hier in Vlaanderen, ook federaal? Geef een voorbeeld van waar heeft de regering echt steken laten vallen? Maar ik denk dat de derde vaccinatieprik veel te laat op gang is gekomen. Hè. Als je gaat kijken naar het buitenland, naar inderdaad Israël, dat toch een voorbeeld is wat vaccinatiegraad betreft, dan zie je dat die trein daar veel sneller vertrokken is. We hadden daarnaar kunnen kijken en we hadden dat eigenlijk kunnen kopiëren. Dat is een grote fout die is gemaakt door zowel de Vlaamse als de federale regering. Twee is natuurlijk ook het complete jojo-beleid dat we de afgelopen jaren en de laatste weken vooral hebben gezien. Om 3 weken tijd zijn de maatregelen verschillende keren veranderd. Ja, dat verandert en daardoor ondergraaf je natuurlijk het draagvlak voor die maatregelen. Houd bij het gezond verstand, afstand, ventilatie en ondertussen maximale vaccinatie. Ik denk dat dat de 3 kernwoorden nu moeten zijn. Ja, en die Omicron-variant nu en de opeenvolgende overlegcomité's waar u net naar verwees, dat heeft het maatschappelijk debat natuurlijk wel wat opgepookt. Ook nogal een ongenoegen. En dat is het volgende thema dat ik met u wil bespreken, dat is dat maatschappelijk debat. For justice is right now. Ja, woke of woke denken, woke handelen begon als een tegenreactie op racistisch gedrag. De intentie was bewustwording rond discriminatie en zo meer. Een goede bedoeling. Maar dan gaan we naar bijvoorbeeld september dit jaar, de opening van het academiejaar, waar KUL-rector Luc Sels zijn professoren, zijn academici oproept om meer de tegenspraak te durven opzoeken. En hij viseerde dat al te woke denken. Woke denken, dat is iets wat jullie ook vaak aankaarten. Wat is er juist mis mee? Ja, het ganse woke gebeuren, men zegt vaak dat zijn aanvang nam bij de dood van George Floyd. Maar ja, als je eigenlijk naar de tijdslijn van de geschiedenis kijkt, en je bent zelfs een historicus, dan weet je dat. Dan weet je dat die evolutie al veel langer is ingezet. Hè. Als je kijkt naar wat er na mei 68 is gebeurd, dan weet je dat dat woke-denken al van veel, veel vroeger dateerde. Alles wat conservatief, nationalistisch was, wat naar identiteitsbeleving rook, dat werd eigenlijk weggezet als fout. En nu kom je dus in constellatie, in een samenleving waarbij Allo Allo en Basil Fawlty van Fawlty Towers worden weggezet, kwijfje in Congo. Het gaat zeer ver en het heeft ook naast een aantal culturele gevolgen ook een aantal zeer concrete gevolgen voor mensen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar wat er zich in Keulen heeft afgespeeld enkele jaren geleden, daar is een korpschef afgezet, ontslagen, omdat hij zei, ja, daar tijdens die nieuwjaarsnacht in Keulen, die aanrandingen die zich daar hebben voorgedaan, dat waren eigenlijk veelal Magrebijnse en Zwart-Afrikaanse jongeren. Die man is prompt ontslagen. Dat zijn allemaal gevolgen die het woke-denken eigenlijk met zich mee hebben gebracht. En dat is zeer betreurenswaardig. Op den duur, ja, is het ook een vorm van cultuurmarxisme waarbij je bepaalde dingen mag denken en andere niet. En dat heeft op den duur een soort van Stasi-allure. Ik weet niet dat je ooit Das Leben des Anderen hebt gekeken, maar dat gaat bijzonder ver. En mensen lopen op den duur op de tippen van hun tenen. Ze durven de achterste van hun tong niet meer laten zien. Dus dat is een zeer artificiële samenleving waar ik absoluut voor bedank. Ook het debat, als ik er nog even op mag ingaan, rond Anne Arendt. Het Arendt-instituut in Mechelen.
Ja. Afgelopen week, ja, als je gaat kijken naar de samenstelling van de mensen in dat instituut, het zijn allemaal inderdaad zeer links-liberale, pro-migratie lui die daar eigenlijk in vertoeven, die allemaal pleiten voor diversiteit, maar nooit pleiten voor een diversiteit van opvattingen. Er was een van de leden die tijdens een lezing van het Anne Arendt Instituut Fock Flanders aangaf. Daar is geen haan die daarnaar gekraaid heeft. U moet zich maar eens voorstellen dat iemand van ons Fock Islam zou roepen toeteren op een lezing. Het land zou op zijn kop staan. Dus in die zin zie je ook in het kader van dat woke-denken een grote vorm van selectieve verontwaardiging. Dat zet zich ook door in ganse strijd tegen fake news en desinformatie, waar bepaalde opvattingen als fout en als correct worden beschouwd. Ja. Ik vind dat een zeer negatieve evolutie. Ja, en dat is een grondige, omstandige analyse die u maakt van woke. Nu, dat debat tussen woke en wat dan anti-woke is, is gepolariseerd, heet het dan. Leven in meer gepolariseerde tijden dan ooit, onder meer door die factoren woke en anti-woke. Of maken we onszelf dat wijs dat het er vandaag harder aan toe gaat in dat maatschappelijk debat? Ik denk dat we ons dat inderdaad ten dele wijs maken als je inderdaad gaat kijken naar de campagnes van de drie traditionele partijen in de jaren 30, 40, 50. Ja, dan stel je vast dat het er toen veel bitser aan toe ging. Ik denk dat er, als je die vandaag zou herhalen, er een aantal processen het gevolg van zouden kunnen zijn. Dus in die context moet je dat wel relativeren. Anderzijds is het ook zo er zijn inderdaad twee kampen, twee scholen, de wokers en de anti-wokers. En de wokers maken, hoe dat ik dat aanvoel, toch vooral deel uit van de wetstraat en van de Rijerslaan, maar veel minder van de dorpstraat. En dat stemt mij dan weer hoopvol. Ja, wat je wel ook hier hoort is, je hebt de wokers, dan heb je de anti-wokers. Een CD&V'er hier zal al gauw zeggen, die anti-wokers zitten niet meteen bij ons, maar die zitten dan bij uiterst rechts. Dit is eigenlijk zeer woke versus een Vlaamse Belang, eigenlijk bijna objectieve vijanden in een bepaalde discussie. Het gros van de mensen is daar misschien niet allemaal zo mee begaan met die... Maar ik ben het daar toch niet mee eens. Hè. De kerstfeesten komen er nu aan, dus dan heb je nog eens de gelegenheid om met je familie te spreken. En ik heb een zeer politiek heterogene familie en dan stel ik toch vast dat zaken als Zwarte Piet die niet meer mogen, kerstmarkten die wintermarkten worden, Fawlty Towers die niet meer mogen worden uitgezonden, dat daar toch een zeer horizontale lijn in zien te trekken. Ik wil zeggen dat een zeer horizontale, een grote groep van mensen zich daartegen verzet en zich ook echt voelt gefnuikt in hun cultureel wezen. En daarom ook dat het zoveel wroeging en zoveel ontzetting op levert. Dat is aan de feest is dan, de discussies aan de feest is. Terug naar dit parlement, waar u als lid van de grootste oppositiepartij deze regering controleert, de regering Jan Bon, die inmiddels 2 jaar aan de slag is. Ik vraag nu aan Philippe Brusselmans, de naam uit de loter van de Vlaamse Vossen tegenwoordig, met wie wij de eetaflegging gaan beginnen. De heer Slootmans Klaas. Ik zweer de grondwet na te leven. Dank u wel. Kijk daar, dat was uw eetaflegging. Kort nadien ging die regering Jan Bon van start met een ambitieus regeerakkoord, zoals alle regeringen, maar al gauw werd het onvermijdelijk eigenlijk een crisiskabinet, de coronaregering. Nu, en ik vraag het u dan als Vlaams nationalist, hoe komt het dat in deze staatsstructuur waar wij in zitten, waarin op papier geen hiërarchie zit tussen de niveaus en de regio's en het federale, toch die federale regering, Alexander De Croo, minstens in de perceptie, de leiding heeft genomen? Maar ik denk dat dat ook vooral een gevolg is van de houding die de Vlaamse regering zichzelf aanneemt. Als je ziet hoe inderdaad Jan Jabon reageert of zich gedraagt binnen het kader van zo'n overlegcomité, dan stel ik vast dat hij nooit op tafel durft te kloppen om inderdaad de Vlaamse belangen te gaan verdedigen. Meer zelfs voor het overlegcomité klopt hij op tafel dat dit en dit en dit niet kan in het kader van het coronabeleid, om vervolgens zijn staart in te trekken en eigenlijk de consensus, de federale consensus, die er dan inderdaad komt
op het woord of op aangeven van Den Broeke en De Croo, dat hij dat dan vervolgens gaat verdedigen. Dus ja, je zegt daar dat Vlaanderen eigenlijk ja, geen tegengewicht biedt voor dat sterkere zogenaamd federale niveau. Maar als je naar de geschiedenis kijkt, is dat ooit wel anders geweest. Kijk onder andere naar bijvoorbeeld de regering van Den Brande destijds in 1999. Als een CD&V-minister-president, maar wat die man, en ik durf dat hier als Vlaams nationalist eerlijk erkennen, wat die man gerealiseerd heeft, is veel meer dan wat de N-VA, sinds dat ze in 2004 in de Vlaamse regering zit, eigenlijk op hun konto kan schrijven. En eigenlijk is dat beschamend. Luc van den Brande had toen bijvoorbeeld zijn fameuze schrikkelnota. Hij gaf ook de aanzet tot die 5 resoluties van het Vlaams parlement en hij werkte daarmee, Jean-Luc Dehaene, geweldig op de zenuwen. Ja, inderdaad. Zelfs binnen die partij durfde men echt inbonken op dat federale niveau. De eisen die toen zijn gesteld, de resoluties, dat ging over fiscale autonomie, dat ging over homogene bevoegdheidspakketten, dat ging echt het zelfbestuur in Vlaanderen, dat daarin werd veruitwendigd. Ook de rol van Brussel werd daarin in toegespitst. En ja, als je vandaag kijkt naar de rol die de Vlaamse regering zich aanmeet op het vlak van inderdaad staatsvorming, autonomiegedachte, zelfbestuur, daar is niks meer van te merken. En dat betreur ik vooral. Eigenlijk zou deze Vlaamse regering onder leiding van de N-VA, die hier de grootste partij is, de grootste regeringspartij, inderdaad de motor moeten zijn van dat autonomiestreven. En het tegengestelde is waar. Zij gedragen zich inderdaad als vazal van de federale Belgische regering. En zij, ja, zij letten een beetje op het winkeltje, zo kan je dat wel noemen. Maar naar ambitie toe is dat eigenlijk een dikke nul. Ter verdediging hoor je dan bij Jan Jambon en zijn partijgenoten, ja, het zijn de beperkte bevoegdheden die wij in dit coronaverhaal hebben, ja, die ons maar weinig bewegingsvrijheid geven. Maar jullie zeggen dan, ja, je moet die bevoegdheden dan maar zeer maximaal uitputten, invullen? Ja, dat is één. En twee is het natuurlijk ook zo dat de N-VA federaal wel op de winkel heeft mogen letten. Zij hebben de sleutels in handen gehad in de vorige legislatuur, maar zij hebben nagelaten om daar iets aan te doen. Toen was het altijd, 2014 ging het allemaal gebeuren, zei de Wever, en nu zie je hem dat herhalen over 2024, terwijl hij eigenlijk die communautaire frigo volledig toe heeft gelaten. Dus men heeft die opportuniteit al eens gehad, men heeft die kans gehad, maar men heeft ze niet gebruikt. En dat is ook mijn grootste verwijt naar de N-VA toe. Kijken we dan vooruit naar 2024... dan betreur ik het ontzettend, maar het is waarschijnlijk, of ik hoop het althans, een communicatiezet van de Wever, dat hij op voorhand al uitsluit, ongeacht het gegeven dat Vlaams Belang en de N-VA misschien wel een meerderheid zouden kunnen halen, dat hij die samenwerking al bij voorbaat uitsluit en dus aangeeft dat Jambon, dat in 2024 we niet meer krijgen dan een Jambon 2 of iets dergelijks. Ja, dat gaat over de communautaire toekomst, over de nationale politiek, over de verkiezingen. We keren terug naar het nu en we gaan naar uw streek, Beersel, in de Vlaamse Rand. We hebben een fragment uitgekozen waar we u horen over de elk jaar zijn er cijfers, over de ontnederlandsing van die Vlaamse Rand rond Brussel. Een materie waar we ook een minister voor hebben met N-VA-minister Ben Wijts. Ja, dank u, meneer de minister. Het belangrijkste wat ik uit uw antwoord lees, wat dat die voorrangsregelingen betreft, is dat we eigenlijk nog een beetje geduld moeten uitoefenen. Van een timing is nog altijd geen sprake, geduld. Dat zegt uw partij nu al 16 jaar. Geduld, mannetjes, het komt wel in orde. Maar het geduld in de Rand is op. Hè. De cijfers staan op rood. Het huis staat in brand. 3 op 4 jonge gezinnen is anderstalig. 40% van vreemde herkomst. Er zijn de nieuwe cijfers van Stadbeeld, de taalcijfers van de VDAB, de prognoses van het planbureau, de herkomstcijfers. En wat is uw reactie? Ja, dat ik de situatie eigenlijk een beetje verkeerd voorstel. In de krant zei u zelfs, ja, de Slootmans, dat is eigenlijk, die zijn boodschap, dat is eigenlijk gitzwarte reclame voor de Rand. Maar het is niet wat ik zeg dat gitzwart is. Het zijn de feiten die gitzwart zijn. Als er nu niet wordt opgetreden, dan wordt de Rand gewoon een kopie van Anderlecht of van Schaarbeek. Ik mag hopen dat dat toch niet uw ministerieel nalatenschap is. En wat mij daarbij nog het meest verontrust, is dat u daarbij krak dezelfde argumenten gebruikt die destijds tegen de Vlaamse beweging werden gebruikt toen zij waarschuwden voor de gevolgen van de faciliteiten. Het zou allemaal wel meevallen. We gooien er wat integratiechecks tegen en dan komt dat allemaal wel in orde. Wel 57 jaar later zien wij dat de Vlamingen een marginale minderheid zijn geworden. U zou dat moeten weten als Vlaams nationalisten. Wij verwachten dan ook actie, meneer de minister, en geen struisvogelpolitiek.
Ja, dit is naar aanleiding van onder meer recente cijfers dat in de 10 gemeenten, in 10 van die randgemeenten, alvast Frans de meest gesproken taal is tussen jonge moeders en hun kinderen. In gemeenten als Beersel, uw eigen gemeente, Dilbeek, grote gemeente daar, is dat bijna 50%. Voor de duidelijkheid, dit zijn geen faciliteitengemeenten, daar is het amper 10% Nederlands nog. Dit zijn de Vlaamse gemeenten daar. Nu, als je die enorm snelle demografische evolutie ziet vanuit de grootstad, valt dat nog te keren eigenlijk? Ja, dat is een zeer goede vraag. Het is geen evolutie, het is eigenlijk een revolutie. Hè. Als je naar het algemeen beeld gaat kijken, dan zie je nu dat 3 op de 4 kinderen in je, bij jonge gezinnen, dus opgegroeid in een anderstalig gezin, bij 0 tot 24 jaar is 60% van vreemde herkomst. Dat zegt natuurlijk alles over je bevolkingssamenstelling van morgen. Dus dat is existentieel wat de Vlaamse rand betreft. Hè. Op den duur zal die Vlaamse rand wel nog Vlaamse rand heten, maar zal ze vooral niet meer Vlaams zijn. Als ik naar mijn eigen vriendenkring ga kijken, dan stel ik vast dat er een massale uitwijking is naar het diepere binnenland in de zoektocht naar goedkoper vastgoed. En die Vlamingen worden zelf gaan ook weg natuurlijk. Ze gaan, ja, dus de evolutie zet zich dubbel zo snel door, omdat je niet alleen een influx hebt vanuit Brussel, veelal migrantengezinnen. En anderzijds heb je ook die uitvloei van Nederlandstalige gezinnen, waardoor dat het structureel zeer snel gaat. Je moet op dat vlak maar eens met een vastgoedmakelaar spreken. Elke keer als ik een vastgoedmakelaar zie, dan vraag ik hem aan de laatste 100 huizen, aan wie heb je die verkocht? Hoeveel Vlamingen zitten daartussen? En daar is altijd het antwoord tussen de 5% en de 10% maximum. Dus dat zegt alles hoe snel en hoe expansief die evolutie zich doorzet. U verwijst van, want u zegt ja, het gaat over migrantengroepen. Dat is nu een etnisch-culturele omschrijving. Over sociologisch of socio-economisch, welke groepen gaat het? Want je hebt ook de welgestelde Brusselaars of expats die wat rust en groen zoeken en vinden in die rand, toch vlak bij de hoofdstad. Het gaat over meer dan en ook als je ziet aan het type huizen en dergelijke meer, die zijn geen armoezaaiers, hè? Nee, absoluut niet. Maar het beeld is inderdaad wel zeer heterogeen. Je hebt inderdaad vooral in de Noordrand en de Druivenstreek heb je inderdaad die expats en rijkere Franstaligen die nog altijd aan het vluchten zijn uit Brussel. En anderzijds heb je daar ja, in de Westrand eerder toch wel problematischere gevallen, ook in de Zuidrand. Kijk bijvoorbeeld naar een gemeente als Drogenbos. Ga eens ook naar Vilvoorde kijken, de Far West daar, Negenmanneke in Sint-Pietersleeuw. Dat zijn gemeenten die volledig ja, verimmigreerd zijn, als ik dat zo kan zeggen. En die in theorie wel Nederlandstalige gemeenten nog zijn, maar in de praktijk eigenlijk ja, kopieën aan het worden zijn van Schaarbeek en van Anderlecht. Dat moet ons toch echt wel verontrusten. Bij uw partij werd ooit het voorbije jaar aanstoot genomen aan een uitspraak van uw voorzitter waar hij het woord ontvolken gebruikte. Zou je dat woord omschrijven of durven omschrijven? Het is een zuivere vorm van ontvolking, waarbij je inderdaad vaststelt dat de ene groep massaal uitwijkt en de andere groep massaal inwijkt. Ja, hoe kan je dat anders noemen? Er is inderdaad een omwenteling, een omvolking bezig, een bevolkingsvervanging ook, zoals Zemmour dat vandaag noemt. Ja, hoe kan je dat anders gaan noemen? Men is daar een semantische discussie over aan het voeren, dat woord niet meer mag gebruikt worden, maar de feiten en de cijfers zijn wel wat ze zijn. Met alle gevolgen van dien. Maar je durft dat woord te gebruiken? Tuurlijk, kent de historiek ervan en ja, ook de link? Ja, ik ken de link, maar op den duur kan je, dan zitten we ook weer in de newspeak die de wokers ons opleggen. Ja, het is niet omdat bepaalde woorden in het verleden werden gebruikt dat ze vandaag geen toepassing meer zouden vinden. Dat neem ik niet en ik zal mij daar ook niet laten de les door laten spellen. Ik stel vast wat er in mijn regio en in mijn gemeente gebeurt en mijn hart bloedt daarvan. En daarom dat ik dat fragment ook uitgekozen heb. Ik vind dat ja, echt een existentieel probleem voor de Vlaamse rand. En dat de gevolgen daarvan zijn zeer massief. Hè. Daling van het onderwijsniveau, stijging van de vastgoedprijzen, het aftakeling van het verenigingsleven, sociale cohesie, Vlaams karakter. Ja, dat is allemaal zeer destructief. En dat is zeer betreurenswaardig. Dus daar vecht ik absoluut tegen. En ik denk dat er wel een aantal oplossingen ter zake zijn. Ja, kunnen we meteen momenteel in dit kader niet verder op ingaan? Want wel nog één elementje. Er was het goede nieuws vanuit deze Vlaamse regering dit jaar dat zij de registratierechten verlaagden in het Vlaams gewest. Het maakt een woning kopen voor mensen woonachtig in het Brussels gewest in Vlaanderen wel aantrekkelijker, want daar zijn de registratierechten veel hoger. Ja. Dit kan nog meer mensen ertoe overtuigen om hier te komen wonen. Uiteraard, ja, het is RTL die onder andere een reportage over had gemaakt hoe zij zagen op het moment dat de Vlaamse regering communiceerde dat de registratierechten zouden dalen, dat zij onmiddellijk
zagen dat bijvoorbeeld in gemeenten als Waterloo, Brijnaleu en dergelijke kopers van huizen een locatiewijziging vroegen naar het Vlaams gewest, omdat dat daar natuurlijk 3% is. Dus natuurlijk, als je een fiscale maatregel neemt, dan moet je ook de consequenties daarvan incalculeren. En in de Vlaamse rand, zeker in de Zuidrand, wij worden eigenlijk gesandwiched tussen enerzijds Brussel en anderzijds het Waals gewest, waar dus 12,5% registratierechten geldt. Ja, als je daarnaast 3% gaat afkondigen, dan weet je wat het gevolg daarvan zal zijn. Dus ja, dat is ook weer een bijkomend element in die verfransing en ontnederlandsing van de rand. We gaan naar een volgend fragment. Hier staat een kerstboom, er ligt een cadeautje. De kerstboom moet u laten staan, het cadeautje mag u openen. Wat u daarin vindt, is een link naar het onderwerp. Ik denk dat u zelf wel de link zal kunnen leggen. Het mag er wild aan toe, ja, oké. Okay. Niet te snel, dat het niet beschadigd wordt. Het moet nog intact blijven. Het is breekbaar. Het is niet waar. Oké. Okay. Oké. Ik voel u welkom. Een koffiemok van de zevende dag. Een uw welbekend programma van de uw welbekende omroep, de VRT. U bent ook mediaspecialist voor uw partij. Volgt dat al jaren op de voet ook. Hè. We komen ook uit een jaar met een nieuw management, nieuwe beheersovereenkomsten voor de VRT. En daarover gaat ook ons parlement. Het gaat over een monitoring van een onderzoek naar de onpartijdigheid van de VRT. Ik beperk mij gezien de spreektijd tot het dossieren van de onpartijdigheid, toch een belangrijk element in deze beheersovereenkomst. U weet dat wij van mening zijn dat op dat criterium de VRT jaar na jaar eigenlijk buist, dat zij daar een onvoldoende haalt op het vlak van onpartijdigheid. Maar hoera, Jolijt alom, want wat lezen wij nu in de beheersovereenkomst? De VRT zal de nodige medewerking verlenen aan de monitoring van haar onpartijdigheid. Nu, we kennen dat uit het verleden. Het is niet de eerste keer dat dat opduikt in de beheersovereenkomsten, maar in de praktijk, trouwens een schriftelijk antwoord vandaag bevestigt dat nog, is daar weinig van terechtgekomen. En omdat wij ons toch geen twee keer met een kluitje in het riet willen laten sturen, vragen wij nu aan u, meneer de minister, hoe gaat die monitoring er concreet uitzien? Wie gaat ze uitvoeren en welke criteria gaan daarbij worden uitgevoerd? Ja, over die monitoring van de VRT. Jullie hebben als partij al heel vaak aangekaart dat je onder meer, dat het Vlaams Belang onder meer door de VRT te weinig aan bod zou komen, ook bepaalde meningen in de samenleving. Nu, uit recent onderzoek dan van februari 21 blijkt toch dat het huis haar best doet, dat er een uitgebalanceerd te werk wordt gegaan. Men heeft ook de vergelijking gemaakt met de commerciële zender VTM Nieuws, het journaal daar, en dat daar eigenlijk nagenoeg geen verschil is. Dus ja, tot daar de monitoring. Ja, maar als je het rapport een beetje naderbij gaat bekijken, dan stel je wel vast dat, om te zeggen dat het een goede leerling is, VRT toch wel een bijzonder kort door de bocht gaande stelling is. Hè. Als je bijvoorbeeld naar het coronanieuws kijkt in de afgelopen jaar van het onderzoek, dan stel je vast dat het Vlaams Belang daar 2% aandacht in kreeg. Dus 2% van de mensen die geïnterviewd worden, van de politieke gasten, waren Vlaams Belangers, terwijl die partij toch 1 op 5 mensen vertegenwoordigt. In het onderzoek wordt dat ook grofweg door de professoren aangegeven, dat het Vlaams Belang disproportioneel weinig wordt aangegeven. In hun conclusies daarentegen stellen ze dan weer dat het eigenlijk inderdaad ter vergelijking met VTM al bij al wel meevalt. Ja, het is natuurlijk ook wel zo dat we bij VTM nog minder aan bod komen en dus ja, op de duur die benchmark of die vergelijking natuurlijk niet opgaat. Nu, en los van dat absolute cijfer, 2% is ja, objectief wel beschouwd niet veel, maar is het natuurlijk wel zo dat oppositiepartijen nu eenmaal wat minder aan bod komen. Zij moeten geen beleidsbeslissingen nemen, dragen ook niet de verantwoordelijkheid en moeten die beleidsbeslissingen ook niet verantwoorden. Daardoor kom je sowieso minder aan bod. Maar dat een oppositiepartij iets minder aan bod komt dan een regeringspartij tot daartoe. Maar natuurlijk, als de verhoudingen zo scheef zitten, dat je inderdaad in een gegeven zit waarbij een oppositiepartij, de grootste oppositiepartij van Vlaanderen, 2% aan bod komt en een partij als VLD die de helft van de kiezers uitmaakt,
30-40% aan bod komt in bepaalde radio- en televisieprogramma's, dan zit je toch met een structureel probleem in het kader van afspiegeling zijn van de samenleving. Ik vind dat een openbare omroep een afspiegeling moet zijn van de samenleving. Afgelopen week is er nog het onderzoek veruitwendigd van de VRT, waarin zij aangeven dat zij inderdaad meer een foto van Vlaanderen willen zijn. Er wordt dan naar herkomst en dergelijke meer verwezen. Ja, ze zeggen het, maar naar politieke proportionaliteit, daar wordt totaal geen rekening mee gehouden. Dus als men A zegt, dan moet men ook B zeggen. Ja, want de VRT besloot net uit haar eigen onderzoek dat ze meer aansluiting moeten vinden bij jongeren. Goed is niet nieuw, kort gescholden. En bij mensen met een buitenlandse herkomst. Ja, zij concluderen inderdaad ook dat er heel veel vertrouwen is in de VRT. 77, bijna 8%. 8 op 10 mensen heeft veel vertrouwen in de VRT. Nu, er zijn een aantal academische studies die hun zijn voorgegaan. En daaruit blijkt dat 1 op 3 mensen wel de VRT wantrouwt. Dus welk onderzoek ik nu moet gaan geloven, daar stel ik mij wel grote vragen bij. Ik stel alleen vast, misschien leef ik in een echokamer, dat toch heel wat mensen de VRT nog altijd afspiegelen als een soort zender die een zeer links politiek correct verhaal vertelt, dat niet of geen aansluiting vindt, geen overlapping kent met wat de man in de straat voor een groot stuk denkt en zegt. Ja. Ook over de media zouden wij nog verder een heel boompje of kerstboompje kunnen opzetten. Maar onze tijd is voor dit gesprek helaas afgelopen. Nog één vraag, heel kort. Welke kwaliteit wenst u de politici toe voor 2022? We hoorden hier al bijvoorbeeld empathie. Ik zou zeggen gezond verstand. Dat lijkt mij nu het meest aangewezen deugd dat ik hen kan toewensen. Ja. Klaas Slootmans van Vlaams Belangen, fijn einde jaar gewenst en zeer bedankt voor dit gesprek. Okay.